In 12 steden, 13 ongelukken maakt u kennis met betrokkenen van ongevallen op straat, op het werk of thuis. Nieuwe technieken maken perfecte registratie mogelijk. Gegevens over weersomstandigheden, vervoermiddelen, slachtoffers en letsel worden opgeslagen en stellen ons in staat ongevallen zeer nauwkeurig te reconstrueren. Uit het actuele bestand kiezen we steeds een ongeval in een andere stad, met wisselende oorzaken en gevolgen. Namen en omstandigheden van personen zijn veranderd. De ongevallen zijn waar gebeurd. In het verkeer, op straat, altijd moet je voorzichtig zijn. Vooral kleine kinderen zijn heel kwetsbaar. Maar niet alleen op straat loert het gevaar. Hier in deze flat in Uithoorn woont de 3-jarige Tanja met haar ouders. Kijk naar het verhaal van de familie van Rijn en de broers Vos. Een verhaal waarbij mensen elkaar door een toevallige samenloop van omstandigheden tegenkomen. Ongewild zijn zij getuigen van een ongeluk dat onafwendbaar lijkt. Wat is er? Dat muziekje. Ik word er gek van. Welk muziekje? Van Tanja. Luister dan. Ik weet zeker dat ik het hoorde. Je zou wel gedroomd hebben. Kan je nagaan. En van dromen. Ik hoor de godganse dag in mijn hoofd. Zing het zelfs tijdens vergaderingen. Nou, er zijn ergere dingen. Sst. Hoe kan dat nou? Ik heb het gisteren afgepakt. Heb je het afgepakt? Ja, ik heb het op de kast gelegd. Heb jij dat soms teruggekregen? Alleen met oogjes? Felix. Ja. Ik begrijp niet waarom ze nog met dat babyding speelt. Wat dacht je van omdat ze het leuk vindt? Normale kinderen spelen op deze leeftijd met poppen. Dit is stilletjes in een hoekje met een theeservies. Ja, waarom speelt ze daar niet mee? Felix, doe niet zo kinderachtig. Geef er dat ding terug. Waarom kan ze niet met iets anders spelen? Weet je dat het heel gevaarlijk is om met een mes onder je kussen te slapen? Weet je dat het heel gevaarlijk is om mij midden in de nacht wakker te maken? Midden in de nacht? Weet je hoe laat het is? We hebben belangrijke zaken te doen. Jij maakt de koffie. Ga jij zo meteen de stad in? Wat? Zit dat ding dan af? Ik versta je niet hoor, dan moet je haar dat ding maar niet geven. Ja? Nee, doe me niet. Ze hebben een videocamera in de aanbieding. Wat? Ja.
hi-fi geluidskwaliteit. En dat voor maar 1295 gulden. Het is spotgoedkoop. Bij de andere is hij boven de 1300. Dat is nog steeds veel geld voor mensen die het niet hebben. Bovendien is Tanja bijna jarig. Precies, daarom wil ik hem nu ook hebben. Dan kan ik haar verjaardag opnemen. Ja, ja. Dat zeg je omdat je weet dat ik hem leuk vind. Ik zie jou al de hele dag alleen maar onzin opnemen. Ja, Noën, dat is toch leuk? Jij aan het afwassen, jij aan het stofzuigen, jij aan het bedden opmaken. En Tanja aan het spelen, Tanja voor het eerst naar school, Tanja op zwemles. En wat kunnen we van jou opnemen? Het is echt niet duur. Kun je Tanja meenemen als je naar de stad gaat? Ik vind ze altijd zo'n feest. Liever niet. Als je het zitje erin doet, is het helemaal geen moeite. Het is zo'n gedoe, ze kan toch wel hier blijven? Natuurlijk kan ze hier blijven. We kunnen er ook opsluiten in een hok met tralies. Dat is helemaal makkelijk. Zo bedoel ik het niet. Ik ga vanmiddag wel met haar naar de speeltuin. Kan ik meteen de videocamera uitproberen. Precies. 51. 51. Dan was ze dus 8 toen jij geboren werd. Zullen we naar het winkelcentrum gaan? Dat winkelcentrum hier? Ja. Waarom niet? Je bent een gevaar op de weg, jij. Wat een vogeltje op de weg, daar kan ik toch niet zomaar doodrijden. Dus je waagt mijn leven voor een vogel? Ja, een vogeltje is ook iemand. Little
Bingo. Waar heb je die vandaan? Het lag op straat, zullen we maar zeggen. Maak eens open. Niet hier. Nou. Nee, nee. Niet de stoel op de tafel. Gewoon even zitten, hè? Ja. Nou, met Bas en Piet. Bas is... Bas en Piet zijn wakker. Maak de ramen maar open. Ja, deurtje open. Papa thuis. De video. En dan kunnen we onszelf zien op de Tieselies. Je moet ook open. Mooi, hè? Maar niet voor moeder. Waarom niet? Omdat ze niet rookt. En ik dacht dat jij er iets van geeft waar ze niks aan heeft. Wat is er gebeurd? Ik heb je toch niet geraakt? Nee. Nee. Ik zag u helemaal niet aankomen. Ik zag iets. En ik zag u helemaal niet aankomen. Ik schrok zo. Gaat het alweer? Ja. Niks gebroken of zo.